Wij Nederlanders fietsen maar wat graag. Maar ja, de Fransen blijkbaar ook. Ja, we kennen natuurlijk de Tour de France. Elektrische motortjes zijn er niet toegestaan. Maar de Franse fabrikant van banden Michelin heeft nu iets ontwikkeld om van iedere fiets een e-bike te maken. Een soort Solex, maar dan elektrisch. Ik moet zeggen, ik ben daar zelf best wel een beetje enthousiast over. Hier staat het eerste prototype. Nou, je ziet hier een dikke accu met een klein motortje. En volgens Michelin moet dit straks binnen een paar minuten op iedere fiets gemonteerd kunnen worden. Nou, als we goed gaan kijken, zie je dat dat motortje met bepaalde tandjes heeft. En die tandjes die klikken in de speciale band. Want ja, Michelin is toch een bandfabrikant. Als het motortje draait, gaat de band meedraaien. En dan heb je toch een soort van elektrische ondersteuning voor je fiets. Dit is dus nog een prototype. De fiets is nog niet op de markt. Komende zomer moet die wel verkocht gaan worden. Hoeveel die gaat kosten, dat willen ze nog niet zeggen. Maar wil dit nou een succes worden, ja, dan mag dit systeem natuurlijk niet meer kosten dan een e-bike nu kost. Want ja, waarom zou je dan in godsnaam geen nieuwe fiets kopen? Maar kun je het jezelf voorstellen dat je straks die oude barrel van je opa kan ombouwen tot een e-bike? Ik zie hier wel iets in.